De heer Omtzigt. Voorzitter, corruptie betekent dat je van iemand geld aanneemt om daar geld of andere gunsten om iets te doen of iets te laten. Op dit moment hebben we hier een Kamerlid staan, waarvan de namen dan maar even ontschieten als we dan maar even gaan parafraseren. Die zegt dat als iemand betaald wordt door het Rijk, hij corrupt is. Dan zouden wij hier 100.000 corrupte ambtenaren hebben. Dat is niet zo, je krijgt gewoon je salaris. Dus of je komt met een behoorlijke aanwijzing dat iemand geld aangenomen heeft en je doet aangifte. Er zijn hier genoeg mensen die weten hoe je aangifte doet. Vind ik niet erg, dat mag. In een rechtsstaat mag je aangifte doen. Daar zijn rechtbanken voor, daar heb je een OM voor. Of je zegt het niet. Eén van die twee. Nou, ik word hier verkeerd geciteerd. Ik heb geen moment gezegd dat iemand die geld ontvangt van het ministerie per definitie corrupt is. Ik heb heel duidelijk in mijn beginwoorden gezegd dat de randvoorwaarden voor corruptie in ieder geval gecreëerd zijn. Bovendien, je hoeft niet per se geld te ontvangen en in ruil daarvoor iets, maar het kan ook in ruil zijn voor een gunst. Nou, de heer Van Dissel, zijn mooie baantje is afhankelijk van de minister, maar of die beïnvloeding ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, daarvan heb ik gezegd, dat kon lange tijd niet bewezen worden. Nou, dat is inmiddels onomstotelijk bewezen. Jaap Van Dissel, die heeft invloed vanuit het ministerie uitgeoefend, daar is hij voor gezwicht, heeft adviezen klakkeloos aangepast. Voorzitter, daar is maar één woord voor, dat is corruptie. Nee, dat is het niet. Nee, ik voorzitter, vind het echt, dit ik ga gaat het niet. Heel en vervelend ik, vinden. U gebruikt steeds hele nare, harde woorden die totaal onnodig zijn. Ook nog eens tegen iemand die zich hier niet kan verweren. Ik vind het heel kwalijk. Ik ga er snel een einde aan maken. De heer Omtzigt. Voorzitter, corruptie is gewoon strafbaar. Ja. Het wetboek van strafrecht. En laat ik hier gewoon duidelijk zeggen. Als de heer Van Dissel dingen aangepast heeft onder druk van het ministerie, dan is het ministerie dat de wet overtreden heeft. En het is niet de heer Van Dissel op dat moment. Ik zeg het er maar gewoon bij. En hier wordt iemand corrupt genoemd, terwijl ik niet het begin gehoord heb van het Kamerlid dat het doet, waar die corruptie uit zou bestaan, wat hij aangenomen heeft. En natuurlijk wordt de directeur van het RIVM benoemd en betaald door de regering. Ik zou niet weten hoe het anders zouden moeten doen. Lijkt me niet zo goed als hij door Pharma betaald wordt. Dan zouden we hier wat anders hebben, toch? Helder. Dus of u zegt, hij is hierop corrupt en dan doet u aangifte, dan bent u een grote jongen, of je trekt het in. Maar er is niet echt een tussenweg op het moment dat je hier iemand van een strafbaar feit beschuldigt. Anders wordt het hier vrijschieten in de Kamer op iedereen. En ik heb wel 100.000 dingen die ik over de heer Van Dissel wil vertellen waar ik niet over eens ben, maar dat is wat anders dan ik iemand een strafbaar verwijt. Ja, heel kort. Ja, het is toch bizar, de heer Omtzigt. Het is maar goed ook dat de heer Van Dissel zijn salaris ontvangt van het ministerie, want hij moet het niet van de farmaceutische industrie ontvangen. Ja. Nee, we moeten een voorzitter hebben van het OMT die überhaupt niet betaald wordt door het ministerie, want daarmee is die per definitie afhankelijk. En dat er van die afhankelijkheid misbruik is gemaakt, daarvan is het bewijs inmiddels onomstotelijk naar voren gekomen uit WOP-verzoeken. Ja. Ik kan wel gaan herhalen wat ik heb gezegd, maar er worden adviezen gegeven. Ja. Vervolgens zegt het ministerie, wij zijn het niet met deze adviezen eens, zou ons heel goed uitkomen als dat andere advies gegeven wordt. En de heer Van Dissel die zwicht daarvoor. Ja. Voorzitter, ik heb niet het begin gehoord van enige corruptie. Niet het begin. Ik heb allerlei dingen die anders hadden moeten gehoord, maar corruptie is een heel specifiek misdrijf. Daar staat gevangenisstraf op. Als je daar iemand van beschuldigt in de publieke arena. En de reden waarom ik hem hier aanspreek is heel simpel, voorzitter. Als je dat buiten doet, dan heb je geen parlementaire immuniteit. Dan kan de heer Van Dissel kan naar een Kamerlid toe gaan en kan zeggen, dit is smaad en laster, ik sleep u voor de rechter. Als je het hier doet, dan ben je parlementair immuun. En dat is normaal een groot goed. En daar maakt FVD graag gebruik van en terecht van die parlementaire immuniteit, omdat ze daarmee dingen kunnen zeggen die onpopulair zijn in de rest van Nederland. Maar die moet je niet gebruiken om mensen ergens van te beschuldigen waar ze zich niet tegen kunnen verdedigen en waartegen ze geen zaak kunnen aanspannen. Dat is waarom ik ook vraag om dit soort woorden niet te gebruiken of aangifte te doen, of ze dan in het publieke domein zeggen waar iemand zich kan verdedigen. Want dit is niet eerlijk wat kort korte reactie, inderdaad. Ik heb het al heel vaak tegen de heer Van Dissel zelf recht in zijn gezicht gezegd. Hij wil daar niet op ingaan.
En bovendien kunnen we hier heel terminologisch gaan doen over wanneer is er precies sprake van corruptie. In het hedendaags spraakgebruik is hier gewoon sprake van corruptie puur sang. En aangifte doen, dat zal ik overwegen op het moment dat we onafhankelijke rechtspraak hebben in dit land. Prima, ik maak er een eind aan. Is uw bijdrage echt nodig? Is dat echt een nieuw element, meneer Heijink? Want ik wil echt ermee stoppen. Ja, dat begrijp ik heel goed, voorzitter. Maar dit gaat echt alle perken te buiten. Kijk, corruptie gaat over omkoping, over omkoopbaar zijn. Ja, zoekt u het dus op in de Vandalen, meneer Van Meijeren. Maar dat punt is dat net heeft al alles gemaakt. Met dat geld. Ja, dat punt is gemaakt, voorzitter. Maar als meneer Van Meijeren dat zegt, dan moet hij ook met enige bewijzen kopen. Op welk moment de heer Van Dissel zich heeft verrijkt ten tijde van de crisis. Ik vind het echt buitensporig en het kan absoluut niet door de beugel. En ik wil het zeker niet horen van iemand die zich volgens mij inmiddels laat betalen en vanuit de Tweede Kamer en vanuit de gemeenteraad en vanuit de Provinciale Staten. Heel kort, want ik ga schorsen. De heer Van Dissel die ontvangt vele tienduizenden euro's per jaar van het ministerie. Die is afhankelijk. De minister die kan hem ontslaan. En dat zou mogelijk zijn als de heer Van Dissel niet naar de pijpen van het ministerie danst. Hij heeft laten zien dat hij naar de pijpen van het ministerie danst. En dat noem ik corrupt. U gaat het niet zeggen. En ik ga nu schorsen en om 10:15 gaan we luisteren naar de minister. Er worden geen nieuwe punten meer gemaakt. Ik heb er schoon genoeg van. Bij deze.